Ja, heb je politie gebeld of ambulance? Ja, of? Ja. Jezus, dat meen je niet. Oh. Holy shit. Dit is sick. Springen hoor. Auw. Ja, wakker worden. Altijd mijn dag gaan film. Goedemorgen. Hallo dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuw vlog. Nou, jullie weten wat mijn naam is, als jullie hebben de intro gezien. Het is echt heel mooi weer. Het is vandaag de mooiste dag van allemaal. Even naar buiten filmen. Je ziet net de blauwe lucht niet. Maar het is heel mooi weer vandaag. En wij gaan iets heel erg leuks doen. Maar voordat de dag begint, moet je altijd eerst even ontbijten. Dat is wel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Ik heb dat ontbijtje toevallig voor jou gemaakt. Oh, wat fijn. Oh, wat fijn. Om Enzo te zijn. Nou. Weet je dat het ook fijn is? Beter hè. Hé, hey, weet je dat het ook fijn is? Nou. Oh, hè? Kan je er niks tegen? Ja, ik ben er gewoon helemaal klaar mee. Hier tegen dan. Niet kietelen. Niet kietelen. Nou! Ongelooflijk. Zo heb ik een jaar geleefd. Ik werd wakker en het eerste wat ik deed was gamen. Kijk maar nou. Ze is wakker en meteen op Sims. Ja, oh nee. Jawel. Kielen. Omdat jij kielen. Laat uit bed komen. Kielen. En ik jou ontbijt klaar gemaakt heb. En ik weet zeker dat jij nog achter de computer moest. Ja, dat is waar. Dus toen dacht ik, nou dan open ik mijn spel nog even. Mijn spel. Kijk, open jij je spel maar even. Dat is met kras. Dat is met Sims. Ik kan gewoon heel even spelen en dan weer stoppen. Jij, als jij gaat gamen, kan je niet heel even en even stoppen. Nee, dat zeg ik gewoon als smoesje. Ik wil gewoon lang gamen. Vannacht tot 4 uur. Ja, en geëdit. Ook dat. Ja, dat wel. Oké. Nou, ik heb hier lekker ontbijtje van Meijer. Het is havermoutpap. Ik bedoel havermoutpap met appel en kaneel. Het is echt supertje lekker. Dankjewel, Marvin. Alsjeblieft. Gaas. Gaas. Oh ja, ik had jou ook gekieteld. Ja, dat bedoel ik. Dus je krijgt gewoon terug en dan word ik gewoon mishandeld. Ja, je doet het wel al 3 keer terug, hè? Ja, dat is waar. Terwijl ik al aangeef dat ik Nee, beter hè? Beter. Hey, beter. Hey, zullen we nog eens even genieten van dat moment gisteravond dat Lars schrok. Lars schrok zo hard en schreeuwde alles bij elkaar. Ik heb het niet gezien, maar wel gehoord. Ja, dat was echt geniaal. Ah! Wie haam alles, of niet? Ja. Ja? Ik ga niet door je Ja. We zijn er klaar voor. We hebben alles. Dit wordt zo ontzettend nice. Ik heb er heel erg veel zin in. En we gaan weer iemand zien die ik al een hele tijd niet meer heb gezien. Normaal gesproken zie ik die eigenlijk wel elke week. Dus dat is ook heel erg tof. Pas goed op het huis, hè? Goed. Laat het niet afbranden, alsjeblieft. Doei. Oké. Okay. Bye bye. Kijk hem dan ook schattig staan met zijn knolpauwe pyjama broek. En zijn pantenprint. Hey. Sokkies. Zondag is pyjama dag, jongens. Ik weet het misschien nog niet, maar dit is wel zo. Hey, geniet ervan. Je. It's a beautiful day. The motor is shining. Daar staat hij. Ongelooflijk, gewoon Spider-Man. Dit is bizar. Ik heb hem gewoon Spider-Man laten maken. Oh, oh, oh. Want dit is echt vet, dat hij hier zo'n spinnetjes. Ja, dit is het vetste, ja, de tank hier zo. Ja. Dat is echt heel cool. Oké, ik doe de motor alvast aan en dan gaan we omkleden. En dan is het rijden geblazen. Oké.
Daar gaan we. We zijn aangekomen in Zwolle en we hebben hier afgesproken bij het Hotel van de Valk. En het is echt bizar hoe leeg alles is. Dit is echt bizar, want ik weet dat dit echt een ontzettend druk hotel is hier in Zwolle. En dat het hier helemaal vol staat. Niemand. Gewoon helemaal niemand. Dus eigenlijk de perfecte plek op dit moment om af te spreken samen met mijn moeder en met Gert. En hier staat de motor van mijn moeder. Super vet. Mijn moeder en Gert hebben net voor het eerst mijn motor gezien in Spider-Man versie. En hier staat de motor van Gert. Het is echt een hele gruwelijke Ducati monster. Maar zoals jullie weten, mijn lievelingsmerk is Yamaha. Dat is al vanaf kleins af aan zo. Dus hier staat hij waar ik vandaag de hele dag op ga rijden met Myron. En ik ben benieuwd. Wat vinden jullie ervan? Wat ik hiervan vind? Van jouw motor? Ja. Ja, die vind ik fantastisch. Ja, ik ook. Ik vind het echt heel mooi geworden. Ik ben eigenlijk ook wel een beetje trots. Want ik heb hier zelf ooit op gereden met jou. En dat vind ik echt super leuk. Dus ik kan gewoon zeggen, hier heb ik op gereden. Maar hoe die nou gerupt is, dat vind ik echt super leuk. Ja, want je weet dat ik Spider-Man heel vet vind. Ja, ik weet dat je Spider-Man vindt. En dan die mengeling met knolpower erbij. Ja, ik vind het... Eigenlijk moet je gewoon veel uitbrengen, joh. Jij Spider, Knoppower, Spider-Man. Oké, dat gaat dan weer te ver, maar... Wie heeft dit ontworpen? Heb je dat zelf gedaan? Nee, dat heeft Phil, de composer, gedaan. Okay. Die heeft het ontworpen. Dominique heeft het gerapt. En het idee is ontstaan met z'n allen. Gewoon een beetje nadenken. Ja, leuk. Dit is ook mooi dat je die... Ja, hè? Ja, daar hadden wij het ook over vanochtend. Ja. Dat spinnetje is echt het vetst. En voor de mensen die zich afvragen van Enzo, wat ben je nou aan het doen? Jullie zijn aan het meeten met elkaar. Motorrijden mag gewoon. Wij houden gewoon afstand van elkaar, zoals jullie zien. Het is echt raar, want normaal gesproken geeft mijn moeder altijd een kus. En dan zeg ik, hi mam, ben ik weer. Nu doen we dat niet, logisch. En Gert en mama die zijn al vanaf het begin bij elkaar. Net zoals Myron en ik vanaf het begin. Dus wij mogen wel bij elkaar komen. En je mag... volgens het RIVM motorrijden. Dus we mogen gewoon motorrijden zolang je me houdt aan de maatregelen. En dat doen we. Dus dan is dat ook eventjes gezegd. En er is wat lekkers meegenomen. Koffie, we hebben broodjes. Dus we gaan er een mooi dagje van maken. Ook de eieren, gekookte eieren. Het is ongelooflijk. Heerlijk dit. Zo dames en heren. We tanken Spider-Man nog eventjes vol. En dan is het tijd om te gaan. Ja! Of niet dan? Oké, volgetankt, let's go! Nou, hier zitten we dan. Ik heb geen idee waar we zijn, maar het is een super mooi plekje. De motoren staan hier mooi op het gras. En wij zitten lekker op het bankje, jullie lekker op de grond. Ja, schip moeten zijn, hè? Nee, jullie wilden daar graag zitten. Eén met de natuur, hè? Ja, ik heb een lekker eitje hier. Ja, doe maar. Oh, super. Ah.
Hij ging niet. Ja! Zo hard altijd moet jij. Dat hele ei van jou gaat altijd kapot. Ja, nou, dankjewel. Daar is voorover mij weer voor. Dank je. Nou, even lekker smikkelen, even pauze. Maar wat een super route, hè? En ik blijf het zo stoer vinden dat jullie met z'n tweeën lekker aan het motorrijden zijn. Ja? Ja, ik vind dat echt heel vet. Serieus. Ik vind dat echt cool om te zien. Nee, serieus. Ik vind het echt super cool dat mijn moeder motorrijdt. En dat ze dat dan samen kan doen met Gert. Ik vind dat heel mooi om te zien, serieus. Echt heel, heel cool. Respect. Op die leeftijd, hè? Moet je nagaan. Nee, geintje. Maar wel heel tof. Dat is ook vet, hoor. Lekker quad rijden. Pop, pop. Nou, Willy. Pop. Ga jij eens even op de motor zitten. Hoe ziet dat eruit? Jeetje. Die motor is wel groot voor jou. Ik moet nagaan hoe je moeder er dan op zat. Ja. Wel stoer, hoor. Maar dan ga je motorrijbewijs halen. Dat was een duidelijk eerlijk antwoord meteen. Je gaf het antwoord ook heel snel. Toen jij zei wanneer, toen dacht ik al, oké, ik weet al wat hij gaat zeggen. Maar ik ben nu bijna 23, slimmer om hem te halen als ik 24 ben. Omdat je dan op de zwaarste motor mag rijden. We pakken de spulletjes weer in, we gaan er vandoor. We zijn net over de helft van deze prachtige route. We gaan hem afrijden. Helemaal top. Zoals jullie zien rijden we de hele tijd achter Gert aan, de navigator. En dan mama en ik wisselen de hele tijd af. Dus dat is hartstikke leuk. Dus we gaan weer een mooi stukje rijden. Nou, mama en Gert die gaan er vandoor. Die gaan weer naar het mooie noorden. En wij gaan weer naar het mooie midden. Ja, wij gaan naar het mooie midden. Je ziet het zo gangster uit met het ding. Ja? Ja. Omdat het helemaal... ga even hout hakken dan. Nice. We hebben genoeg hout mee voor thuis. Wij gaan er ook weer vandoor dus. Naar het mooie midden. Naar Zeist. Dat was wel echt super nice. Ja, echt om even te rijden met mama en Gert. We hebben een mooie route gehad. Hartstikke leuk. En het is nog steeds 21 graden. Zo dus lekker. Ook... Ja, het is heerlijk. Niet normaal. Hé, kijk dan. Lieve heersbeestje. Oh. Hallo, lieve heersbeestje. Oh, die is heel jong. Die heeft nog geen stipjes. Of is dat een ander soort of zo? Het is toch giftig! Altijd... Giftig! Het is toch elk stipje is een jaar. Deze heeft geen stipjes. Op. Doei. Ja, lekkere koffie en even getankt. Dit is wel een mooi plekje, hè? Ja, dit is super zo op een stoepje. Zo. Lekkere koffie. Ja, snelweg is niet zo leuk nee, ook, hè? Nee, gelukkig nog maar een klein stukje. Ja, klopt. Ik denk nu nog iets van... een klein halfuurtje. Ja, iets van 25 kilometer of zo. En dan zijn we er. Jee! Hij stopt wel en ik hoor bam achter mij en dan liggen. Oh, nee joh. Ja, echt hele motortoten los. Maar... Hij heeft last van zijn voet, maar hij kan zijn lijf niet aankrijgen, maar hij staat wel weer. Jezus. Ja. Dat meen je niet. Jullie waren gewoon bijna thuis. Ja, we waren echt bijna thuis. Hij reed al 40 jaar motor, heeft al nooit wat gehad. Ja, heb je politie gebeld of ambulance? Ja, of... ja, iemand heeft de politie gebeld en... De man die door rood rijdt, die staat er ook bij. Die is wel gestopt. We hebben twee getuigen.
3 wel. Oh, dus dat de hele situatie is wel onder controle? Ja, alles is onder controle, maar ik denk bel je wel even direct. Maar ja, de politie komt er nou aan, dus ik ga even heen. Ja, oké, okay, veel succes en hou me op de hoogte. Oké, okay, sterkte, doei. Jezus, dat meen je niet. Holy shit. De motor van Gert, de gruwelijke motor, zoals ik hem noemde eerder in de vlog, die is er niet meer. Toten los. Die is toten los, die is helemaal kapot. Gert is geschept door een auto die door rood reed. Ja, dan ben je zelf gewoon lekker goed aan het opletten en aan het rijden. En dan word je geschept door een auto die door rood rijdt. Dat is echt puur. En dat is ook het gevaarlijke van motorrijden. Je bent zo kwetsbaar. Ja, je zit gewoon op de motor. Je hebt geen gordel, je zit niet vast. Nee. Je vliegt zo van dat ding af. Ja. Dus dat blijft wel gevaarlijk aan motorrijden. Maar ja, als iemand niet door rood rijdt, dan vermijd je dat ook. Gelukkig heeft hij alleen last van zijn voet. En dat is het ding. Die motor kan maar gestolen worden. Hij heeft last van zijn voet, krijgt zijn laars niet uit. Maar de politie is er. Gelukkig hebben ze getuigen. Het zou helemaal vervelend zijn als je ook nog een discussie krijgt van... Nee, ik reed helemaal niet door rood. En als niemand het dan heeft gezien, dan is het de ene woord tegen de ander. Tenzij de camera's hangen, bla bla bla, allemaal gezeik. Maar gelukkig is Gert in orde. En dat is het allerbelangrijkste. Ja, hij heeft het in ieder geval last van zijn voet. Dus ik laat jullie nog wel even weten wat Gert precies heeft. Misschien een botje gebroken, een teen of zijn hele voet. Of verzwikt of geen idee. Maar we zullen vast ook nog wel foto's krijgen van mijn moeder. Van hoe de motor van Gert nu eruit ziet. Ja. En eventueel Gert's voet. Jeetje. Maar dit is wel even schrikken. Ik zag het telefoontje van mama. En ik wist gewoon meteen, dit is foute boel. Ik wist het gewoon. Ja? Ja, ik zag mama. Ik dacht, die kan er niet thuis zijn. Dat kan niet. Want wij zijn serieus 3 kwartier verderop. En zij moeten een uur rijden en wij. Ja. Dus ik dacht, dat kan niet. Dit is fout. Oh. Ik wist het. Nou, wij gaan naar huis en dan bellen we straks alweer even met je moeder. Ja, inderdaad. Maar dit is wel even schrikken, zeg. Dit is echt schrikken, inderdaad. Holy shit. Gert, als je het ziet, sterkte. Ja. En we spreken hem straks wel. Wat ga je doen? Ga je een backflip doen op de grond? Natuurlijk niet. Oh, dat dacht ik. We komen thuis en Mees is aan het filmen en die zegt... We hebben een verrassing, het is in de woonkamer. Gaan we kijken. Oké. Okay. Ben je klaar voor? Oh nee, sticky notes. Je mag de deur openmaken. Notitieblokjes. Ik heb zo'n gevoel dat ze alles hebben ingepakt. 3, 2, 1. Oh my god. Oh my god! No way! Dit is sick! Wauw! Jullie hebben gelukt dat ik zo lang ben weg geweest. Ja, anders had ik niet gehad. Dit heeft de Ik vroeg net nog, zijn jullie vandaag nog buiten geweest? Jullie zeiden nee. Nu snap ik waarom. What the fuck? Al die bekertjes zitten ook vol met Orbeez. Ja, we dachten als het water is en er valt er eentje om, weet je, dan is de hele vloer nat. En nu valt het nog wel mee. Wat de heck? Nou, weet je wat mooi is? Ik hoef hier helemaal niet te zijn. Dit is jouw bed, hè? Ja, je hebt je eigen bed gewoon ingepakt. Ik weet het, maar het gaat om het idee. Wat? Dit is sick, joh. Zelfs de stoelen. En zelfs dat bord. En die piece. Wow, die is best vet eigenlijk. Ja. Die was best nice. Ja. Ik dacht, dat ziet er zo sick uit als ik die inpak. Ja, dat ziet er echt oprecht sick uit. 1 hour later. De woonkamer is weer helemaal opgeruimd. En zo ook lekker de bank zonder inpakpapier, Mees. Wat zit je op mijn bed? Hey, van mijn bed dan, jongen. Hey. Ja, hoe slaapt dat eigenlijk, zo'n bank, zo lang achter? Lekker. Ja, lekker? Ik ben best chill. Oké. Nice, als het niet chill is moet je zeggen, dan kopen we een bed voor je. Best goed. Dan ga ik zo'n stapelbed kopen. En dan haal ik de onderste eruit en dan moet je altijd boven slapen. Vroeger. Ja, ik sliep ook altijd boven. Hoogslaper. Ja, hoogslaper, ja. Ik ben net even lekker in bad geweest, lekker gedoucht. En nu even een beetje hangen op de bank.
En het eten in de keuken wordt gefixt. Super nice. Nicole is aan het koken. Ik ben heel erg benieuwd wat het wordt. Maiwen is nu net gaan helpen. Dus ik ben benieuwd. Ik heb echt super veel trek ook. Dit is echt een goed hotel gewoon. Dit is ongelooflijk. Hotel mama. Hotel Nicole en Miron. Ja, Hotel Huizen Knol. Dit is knijters. We gaan vandaag gewoon op opruimen hoor. Dit is, mag ik eentje? Ja. Ongelooflijk. Ik ben benieuwd. Knapperig, zo te horen. Kennen jullie het nog steeds niet? Ja, ken maar. Dat was de wasmachinevrouw. Ja. Uitsmakelijk. Ja, dat kan. Bord moet andersom. Wat is Mason Lullo? Wat is Mason Lullo? Je wou mij pranken. Ja, ik wou jou pranken. Oh. Ik heb de camera hier staan. Ik doe helemaal zo. Ik doe het bord ondersteboven. En ik wilde zo doen. Kijk of ik ging opscheppen. Je bord is ondersteboven, zegt Mees. Mees is echt zo'n wijsneus. Die verpest het gewoon. Wijsneus. Echt omdat ik een grote neus heb. Oh ja, letterlijk ja. Ja, dat had ik geen eens zo bedacht eigenlijk. Ja, dat zou ik ook zeggen. Ja, maar ik zie altijd alles als een grapje. Dus als ik iets zie, moet je bij mij even zo... Dan moet je even zeggen, meestal is het een grapje, niet van zeggen. Oh, ja. Oké, dat is goed voor de volgende keer. Jeetje, wat een mooi shot dit. Oi, oi, oi. Beslaat de lens niet? Wil je zo. Nog meer? Nee, de lens beslaat niet. Weet je wat ook een mooi shot is? Oh ja, prachtig. Ik hou echt van dit geluidje. En dan kijk ik naar boven en dan zie ik het diploma van Mees. Hij hangt er gewoon nog steeds. Ja, hij hangt er nog steeds. Nou, wij gaan met z'n allen lekker filmpje kijken. Zal ik eens laten zien hoe goed ik kan leren? Ja, laat het maar na de film zien. Ik ga eerst even lekker genieten van mijn toetje en van de film. Kijk eens even lekker vernieuw je vla met chocoladebolletjes. Nom, 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 nom. A few moments later. Dit gaat niet goed. Waar is Johnny? Ja, ik denk dat Johnny kan het wel stoppen, dit gevecht, denk ik. Ja. Ja, maar dan moet je even aan de broer vragen van Johnny. Ja, die hebben we net wel gezien. Ik hoop dat hij straks weer komt. Ja, Johnny heeft ook nog een neef, hè? Weet je dat? A few moments later. Kijk, dat bedoelde ik toch? De neef van Johnny is hier ook. Het is echt een neef. Je bent echt een neef van Johnny, of niet? Hey! Ik ben het! Hey, ken je me niet meer? Nee. Zeg even ook heet, joh. Ben jij die Haagse schilder? Frans Perriat, ik ben het! Hé, ben je er niet? Help, makker! Frans Perriat! Hoe gaat het met de muurtjes? Mua? Welke Mua? Ja, de muur die heb ik geschilderd. Ik... Ik schilder helemaal geen muren meer. Het is nu lommenaard wat leg. Hop, het is gewoon klapbank. Klapbank. Dus heb je me gemist? Ja, zeker. Ja, dat vind ik al. Ik ben het, Frans Perriat. Ja, hoe heet jij? Frans Perriat. Frans? Perriat. Frans? Dat is niet grappig. Frans, gewoon Frans, F-A-R. Nee, dat is niet waar. Frans. Frans. Frans Parier. Hij bek. Het is gewoon correct. Frans. Frans Parier. Parier. Ja, ik zal het even spellen voor je, want je bent gewoon... Noem me even op het krijtbord. Ik ben gewoon een beetje dom. Luister. Spel maar even. Ja, kom maar even mee. Ja. Pak het bord er maar bij. Bank. Het bakker. Oké, okay. Frans Perriat is geboren en getogen in 1988, toen Nederland het EK nog won. Tegenwoordig hebben we corona, ik ken niet meer nu. Luister dan. Frans, god, 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 wat is dit dan?
Frans. Zie, is wel wat F. F-A-R-A. Zie, Frans. God. Perrier. Hier. Perrier. Nee. Luister, als je... Hey, kun je even de wijf in de mond houden? Ze zegt Perrier. Perrier. Frans, Perrier. Nog één keer. Frans, Perrier. Nee, Farans. Farans. Goed zo. En dan de laatste? Perrier. 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 Goed zo. Als in een trottoir. Zeg maar, als je een Fransman op een stoep ziet lopen, zeg je trottoir, raar. Frans, raar. Frans, Perrier. Zie je het? Ja, ik zie het. Frans, Perrier. Goed zo. Ik kan het uitspreken. Luister. Ik weet toch... Je bent zo grijnig, hè? Hé, hey, laat je dat. Ik ben je familie van die... Hoe heet die van? Johnny. Ah, Johnny. Ja, Haagse Johnny. Nee, geen Haagse Johnny. Nee, geen Haagse Johnny. Nee, gewoon Johnny. Van Frans. Ja, Johnny. Nee, ik heet Frans. Ik zeg nee, ik heet Frans per jaar. Haar aan de bek, ja. Waar ben je geboren dan? 1988, dat zag ik toch net. Wat doe je nou weer achterlijk? Ik zei waar, niet wanneer. Wat? Ik zei waar, niet wanneer. Ja, wat denk je dan waar? Aan mijn moeder, gewoon. Gelegd neer. Als een kip, gelegd. Ja, nee. Hé, raar, je bent raar. Dat is Johnny. Ik weet niet, Johnny is ziek vandaag volgens mij. Ziek? Ja. Nee, dat is wat ze hebben in... Wacht even, dat heb je niet gezien. Dat is mijn haar hier onder. Wacht even. Nee, chic. Nee, je bedoelt shag. Nee, niet chic. Nee, je bedoelt shag. Nee. Moet je in Dubai. Moet je shaken. Is in Dubai. Moet je shaken. Shaken? Nee. Shaken. Bedoel je shaken? Moet ik shaken? Shaken? Nee. Waarheen? Nee. Shaken. Frans, wat? Wat is met Johnny dan? Hij houdt ook niet op. Hij blijft gewoon boven me hangen. En ik ben bang dat hij elk moment gaat kwijlen op me. Ja, wat moet je? Ik heb nog Cornetto in de koelkast. Luister, ik wil even wel wat melden. Ik heb laatst wat items zijn van de vrachtwagen gevallen. Zie je? Hey. Ik kan wel wat voor je regelen. Wat voor items? Ja, dat zeg ik toch. Items, gewoon van die dingen. Welke dingen? Met de T en de H is helemaal van de vrachtwagen gevallen. Ik kan gewoon zo voor je meenemen. Van Tony ook. Of Armani, Imperio, weet je wel. Imperio? Ja, dat heet zo. Wat goed zeg. Ja, dat is een goed merk. En Stone Island. Nice. Hebben we ook. Is van de vrachtwagen gevallen. Ik kan zo voor je meenemen. Er staat ook een logootje in de shirt. Zat dan Farans Perrier, staat erop, heb ik zelf gedaan. Dus iedereen denkt, die kopstone Island staat er gewoon Frans Perrier op zijn rug. En dan zie je zo'n stijl Frans Stone Island en dan denk je, nou dat is een goed merk. En dan staat er ineens aan een Frans Perrier, schilder van beroep. Maar ik ken niemand van God, we zijn van een vrouw aangevallen. Betaalde gewoon 4 barkie. Boeit niet. Oké. Okay. Weet je wie ik laatst als klant had? Nou? Nou, niet Johnny. Maar het rijmt er wel op. Clonny. Van Clonny Games? Nee, Maradoni. Oh, meen je? Die loopt altijd in Stone Island. Als hij zijn eigen omdraait, staat de Frans Perrier op zijn rug. Maar hij heeft het nog lang niet in de gaten. Wat heb je nodig? Een biertje? Frans Perrier drinkt niet van beroep. Nee, hoeft ook niet van beroep. Nee, nou maar weet je wat een Perrier is? Nou? Moet je maar eens googlen. Deze man. Ik meen het. Hij blijft zo lang in zijn rol, echt. Holy shit. Rol? Rol. Rol. Luister.
Perrier, als je dat googelt, nou dan heb je wat, hè? Maar als je Perrier googelt, dan zie je dat het een biertje is. Dus welk jaar ben ik geboren? 1988. Heel goed. Wie won het toen? Nederland. Het EK. Heel goed. Dat is de enige keer dat we hebben gewonnen. Dat hoef je niet bij te zeggen. Oké. Okay. Wil je nog wat hebben? Nou, die ene cornetto wil ik wel graag. Nou, als... Hé, Johnny! Wat een gekkigheid, hè, mensen. Ja, ik ben sinds dat we thuis zijn gekomen van het motorrijden, ben ik een beetje moe. En chagrijnig. Ja, en chagrijnig, ja. Mag ik ook een keertje? Ik ben gewoon chagrijnig. Ik weet ook niet hoe het maar kan. Maar Frans Perrier. Ja, die heeft me wel even opgevrolijkt, hoor. Ik had gewoon nergens zin in. En nu wel weer? Nee. Nee, ik wil gewoon film kijken. Gewoon. Ik kom net Frans Perrier tegen. Ik heb een shirtje van hem gekocht, van de vrachtwagen. Ja, nou, dat. Gewoon zin om film te kijken, een beetje te chillen. Soms heb je van die dagen. Klopt. Daar zitten wij dan, in één keer in mijn studio, met een microfoon. Check even dit. Wow! Dit is dus de studio waar ik mijn dingetjes doe, zoals de meeste van jullie weten. En ik heb mijn camera even op een statief gezet. En ik ga binnenkort weer video's opnemen voor Enzo Knol 2. Dit zijn er 4, ik bedoel 2. Het is wel een leuke aankondiging dit, denk ik. Maar ik ben inderdaad vandaag eventjes on a serious note. Ik ben vandaag best wel, niet de hele dag, zoals jullie gemerkt hebben, maar... Ja, ik weet niet. Toen ik terugkwam van motor had ik gewoon nergens zin in. Ik ging in bad. Ik denk, ik ga even douchen. Dan ben ik fris en fruitig. Maar toen ben ik heel even 3 kwartier gaan slapen. En toen was ik nog chagrijniger. En... Ik weet niet wat er verder is. Maar toen zat ik te denken. Ik ga heel even achter de computer. Ik ga eventjes bloemen bestellen voor Gert. Ja, dat is wel leuk. Want Gert die zit gewoon thuis. Hier zie je een foto van Gert. Ligt hij op de bank. Arme stakker. Daar ligt hij dan. En zijn motor is totaal los. Dus tenminste, dat denken we. De motor is naar de motorzaak gebracht en wordt nu onderzocht. En nu is het zo dat hier zie je een foto van zijn motor. Het is niet de complete foto van zijn motor, maar je ziet wel dat het stuur helemaal scheef staat. De kap aan de voorkant ligt er bijna af. Helemaal scheef. En al best wel snel kan een motor of een auto totaal los verklaard worden. Volgens mij is het zo dat als een auto of motor of iets totaal los wordt verklaard, dan betekent het dat het duurder is om te laten maken... Dan om een nieuwe te kopen. Dus dan kan je net zo goed een nieuwe kopen. Klinkt een beetje gek, maar dan wordt het totaal los verklaard. Dus ja. Motor van Gert was best wel oud, ook al kon je dat niet echt zien. Nou, je moet dat weghalen. Moet je eens ruiken? Nee. Er zitten allemaal kabels hier en zo. Ja, ik laat een blikje drinken vallen. Shit, gaat fout hier in de studio. Zie je, ik kan hier geen eens om stressen. Normaal gesproken stress ik hier ook om. Daar moeten we zuinig op zijn, dat is toiletpapier. Dat doe je toch niet? Doe maar. Iedereen het toiletpapier dan gaat. Oh my god, wat een strontzooi. Ja. Komt er dan allemaal bij, hè? Op zo'n shit, chagrijnig. Zo, daar ben ik weer. Man, wat een gedoe. Dus ik ga eventjes bloemen. Leuke bloemen zoeken op internet. En dan ga ik dat eventjes bestellen voor onze lieve Gert. Boeket roze schoonheid. Perfect voor Gert. Perfect. Nou, wat gaan we doen? Met jou is alles leuker. Gert, met jou is alles leuker. Wat we doen als tekst. We gaan een rijmpje maken. Dat vind ik wel leuk. Afgesproken in Zwolle. Om eens lekker te toeren. Voor het rijden aan. Nog even een goed gesprek voeren. Daar reden we dan. Op de openbare weg. Maar aan het einde van de dag was je motor weg. Waarom lach je? Dat is helemaal niet grappig. Nee, ik vind het ook niet grappig. Zie je mij lachen? Zie je mij lachen? Al de hele avond niet. Oh. Super zuur, Gert. Maar hou je hoofd omhoog. Liefs ons. Nou, dat is gedaan. En wat er nu verder gaat gebeuren is dat ik lekker ga gamen. Super veel zin in. Wordt waarschijnlijk weer laat. Het is nu al 11:15 in de avond. Maar dat maakt me even helemaal niks uit. Ik ga er lekker van genieten. Misschien dat ik het ook wel even ga opnemen. Dat weet ik niet. Zie ik dan wel weer. Maar dan zullen jullie het wel zien op Enzo Knol 2. Bedankt allemaal voor het kijken. Ik heb het misschien heel paar keer eerder gevraagd. Maar laat even een lieve comment achter hier onder beneden voor mij. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie over me te zeggen hebben. En dan zie ik jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. Bedankt voor het kijken. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette, peace! Knol Power!